president Chandrikapersad Santokhi heeft bij de viering van 40 jaar directoraat Openbaar Groen gepleit voor een betere dienstverlening naar de samenleving toe. Het staatshoofd zegt dat alle werkarmen belast met onderhoud en ontwatering hechter zullen moeten samenwerken. Als het om werkomstandigheden en attributen gaat, staat de president op één lijn met de vakorganisatie die bij het directoraat de belangen van het personeel behartigt. Het directoraat was vroeger begonnen. Ik dacht, hier even de notitie 1981, 82 is het begonnen onder een andere naam. En het heeft getreffeld. Verschillende ministeries, verschillende namen, et cetera. Maar één ding is belangrijk om te weten, dat de noodzaak voor zo'n directoraat om milieu, afvalbeheer, groenvoorzieningen te hebben in heel Suriname is belangrijk. En we hebben beloofd, zeker ik als minister, heb beloofd met de staf, dat we verder gaan met de ontwikkeling. De organisatie is veranderd, we hebben wat mensen in plaats gezet. Sollicitatieprocedures zijn geweest, mensen mochten meedoen, solliciteren. We starten met de eerste groep. Maar als deze groep ook niet werkt, en ik moet steeds weer zeggen, dit en dat moet gedaan worden, dan gaan we een andere groep zetten. Dat gaat het beleid zijn. U mag van mij weten dat u me vaker hier gaat zien. Ik ben al vaak hier geweest, misschien meer dan andere ministers. Maar ik ga nog vaker komen, want dit directoraat heb ik gezegd, we gaan er iets moois van maken, veelbelovend. Er is veel werk, er is veel innovatie. Wat u hier ziet, is wat Openbaar Groen doet. We gaan showroom maken, producten verkopen, geld verdienen. Dat heb ik gezegd, laten we kijken waar we geld kunnen verdienen. Het directoraat heeft veel potentie. We gaan prioriteit geven aan regeringsterreinen, ministeriële terreinen en de openbare terreinen, wat groenvoorziening en milieu betreft. Er gaan leuke dingen gebeuren. Heel mooie dingen. En we gaan blijven investeren. We hebben een aanzet gegeven. Veiligheidsequipment. Onze mensen werken langs de weg. Het directoraat 40 jaar, hoe bestaat al 100 jaar, heeft veel gedaan afgelopen jaar. Dat weet iedereen in dit land. Iedereen ziet het. Paramaribo, de stad, elke dag netjes schoon. Maar er zijn ook veel issues. Er is veel werk hier. Ik ga geen bloemetjes voorhouden. Er zijn serieuze problemen die we moeten aanpakken. Toch? Mensen moeten ingezet worden. We gaan niet moeilijk doen. Maar er moet gezag zijn. Er moet gezag zijn. En iedereen werkt hard. President, voorzitter, DC, directeur, hartelijk bedankt. En we rekenen ook op jullie ondersteuning, zeker wat betreft begroting, etc. Hartelijk bedankt. Laat me allemaal jullie feliciteren met deze dag. 40 jaar Openbaar Groen. Ja, dat is een markante leeftijd. Van Libisch Maitro 40, dan heb je dat die life begins at 40. Dus minister en directeur, hier begint het nieuwe leven van Openbaar Groen, waar jullie Openbaar Groen verder moeten begeleiden. Met een historie, relatief jonge historie, van 40 jaren. En als je goed geluisterd hebt naar de verschillende toespraken, dan zijn er 40 jaren geweest, enerzijds van erkenning van het directoraat Milieubeheer, getransformeerd naar Openbaar Groen. Omdat, alhoewel de discussies misschien aangewakkerd zijn, maar altijd gekozen is voor dit directoraat. En dat geeft al aan de belangrijkheid van dit directoraat. Dat u gezorgd heeft dat het in stand is gehouden en dat het een groei en een bloei heeft doorgemaakt. Maar die 40 jaren laten ons ook zien de dynamiek en de veranderingen die plaats gehad hebben van het directoraat, van de positionering onder verschillende ministeries, door naamswijziging, door aanpassing van organisatiestructuur,
aanpassing van taken en verantwoordelijkheden. En dat geeft ook aan dat het een veel bewogen, dynamische periode is geweest afgelopen 40 jaar. En ik wil dan aan ieder bedanken. Het is niet makkelijk. Ik weet nog of er een andere overheidstak is die zo een bewegelijkheid gehad heeft afgelopen 40 jaar. Als we kijken naar de reis die jullie allemaal hebben meegemaakt, van ministerie naar ministerie, door naamswijzigen te ondergaan, maar ook door aanpassing van taken en verantwoordelijkheden. En daarvoor wil ik jullie allemaal bedanken voor jullie bijdrage afgelopen 40 jaar. Jullie hebben met jullie inzet het directoraat staande gehouden en gezorgd dat de levensvatbaarheid alleen maar sterker is geworden, bewuster is geworden. En mijn dank daarvoor aan ieder die bijdrage heeft geleverd. Alle directeuren, Chandi Lakdari is er nog, een van de eerste directeuren. En jammer dat de vicepresident er niet is, maar ik ben er overtuigd dat als hij vandaag hier zou zijn, hij een verhaal zou vertellen. Want dat verhaal heeft hij wel vaker verteld, wanneer wij bilateraal overleg zijn. Maar dat geeft ook al aan dat hij de belangrijkheid van de directoraat ook inziet. En in feite zegt hij, dit directoraat heeft bijgedragen, is basis geweest tot zijn groei. En meneer Tilakdari gaat dit verhaal wel herkennen, maar zijn verhaal is namelijk dat hij betrokken werd met zijn junglecommando in overleg, in vredesgesprekken en processen. En uiteindelijk is dat bereikt. En de vraag werd, en wat nu? En toen is hij uitgenodigd geworden, althans op aangeven van de toenmalige leider van de VHP, de voorzitter, de heer Jagannath Lakshman, dat hij naar milieubeheer bij de heer Tilakdari moet gaan. En daar is hij geweest. En daar heeft hij, let wel, zijn eerste project gekregen om die Oost-West-verbinding schoon te maken met zijn team. En dat heeft hij gedaan. Maar dames en heren, als we vandaag hier staan en terecht de vraag stellen, wat is de plaats en positie van Openbaar Groen, dan zullen heel wat mensen dat niet weten. Maar wat ze wel weten, is die zichtbaarheid van overheid, de zichtbaarheid van ambtenaar, wat meneer Tilakdari niet zo graag wil noemen, de landsdienaar, in het openbaar. Dat is die zichtbaarheid. Is een dienst die laat zien, in tegenstelling tot wat men aan opvattingen heeft gecreëerd, dat ambtenaren werken, ja. Door jullie allemaal nogmaals te feliciteren met deze dag. Het is geen feestdag, het is een gedenkwaardige dag, maar laat deze dag een dag zijn om jullie meer te motiveren. Laat er een dag zijn voor betere communicatie en overleg, maar laat er een dag zijn dat wij Openbaar Groen gaan transformeren naar een directoraat met een hele sterke dienstverlening naar de samenleving. Met een organisatie waarbij personeel goed gemotiveerd is en dat de middelen en materiaalvoorziening geleidelijk aan zodanig verbeterd zal worden dat dit ministerie en dit directoraat Openbaar Groen het gezicht zal zijn van de overheid op straat, dicht bij de bevolking, om daar de samenleving te dienen met uw activiteiten. Gefeliciteerd. God bless you. Thank you.